Wie daar verantwoordelijk voor is momenteel, dat is mevrouw Borst. En ik vraag me dan wel eens af, heb je nog misschien advies aan haar? Kunt u die naam nog noemen? Een advies aan haar opstappen. Iemand die zes jaar lang zo onbekwaam is geweest. Maar maakt het uit wie er zit, Pim? Ja, absoluut. Ja. En wij hebben een politiek systeem. Ik vind dat dus een stinklijf. Laat ik maar gewoon precies zeggen wat ik ervan vind. Een afschuwelijk mens, 6 jaar onbekwaam, blijft gewoon zitten. En nou wordt ze erop aangesproken en dan zegt ze gewoon... Ja, coalitiepartijen hebben mij 6 jaar lang verhinderd om de goede dingen te doen. Dan denk ik, in wat voor land leven wij? We hebben maar 12 ministers. Die is een eindverantwoordelijke. Ze had de keuze 6 jaar geleden. Of ik doe het en dan sta ik ervoor. Of ik probeer het, sta ik er ook voor. Maar je blijft niet 6 jaar lang zitten en zegt na zes jaar... Ja, zij hebben mij verhinderd. Als je op zo'n hoge post zit, het is een afschuwelijk, vreselijke heks. Een stinkwijf oprotten. Nou, liever vandaag dan morgen. Waarvan acte, dames en heren, op wensen. Zaterdagmorgen. Het is een live programma. Alles gebeurt er. Onze weerman heeft ook een aantal dingen gezegd. En u moet het er maar mee doen. Pim, tenslotte, de tijd misschien nog afschuwelijk even. Afschuwelijk net. Ja, nogmaals. Ja, ja. Weg ermee. Okay, okay. Ik hoop dat het volk opstroopt naar Den Haag. Het is een beetje hetzelfde als Milosevic. Weg met dit soort dictatuur. Oké, okay, ik laat het even voor jouw rekening. Ja, tuurlijk. Ik neem de verantwoordelijkheid hiervoor.